We zijn in de haven Antwerpen en het is een locatie als deze dat eigenlijk onze dagelijkse werkomgeving is. Ik ben Jan, ik ben Liquid Cargo Surveyor bij Bureau Veritas. Ik ben Danik de Dekker, ik werk voor Bureau Veritas als Liquid Cargo Surveyor. Wij zijn een onafhankelijke partij die opkomen voor verkoper of koper of beide. Dan komen wij aan boord, gaan wij kwaliteit en kwantiteit controles doen op het product. Dit doen wij door staalnamen te nemen en dit wordt dan in ons labo geanalyseerd. Als surveyor zijn wij de oren en de ogen van de klant. Wij doen dat aan boord van schepen, wij doen dat aan de wal, op landtanks, wij doen dat met trucks. De klant stelt ons aan om ervoor te zorgen dat als hij een bepaald product koopt, dat hij er zeker van kan zijn dat hij dat ook krijgt. Voor deze job heb je geen specifieke voorkennis nodig. Het gros van deze job moeten we in de field leren. Dus 2 weken bij de start krijgen we theorie, de basiskennis, waarna dat we in de field worden gestuurd met een peter of een meter. Ik vind deze job vooral uitdagend, omdat wij in contact komen met heel veel mensen van over heel de wereld. Als ook Bureau Veritas zelf is een heel familiaal bedrijf. Iedereen komt heel goed overeen met elkaar, er is veel collegialiteit. Ik zou kiezen voor Bureau Veritas, voor de werksfeer, voor de vrijheid die we hebben. Wij werken een vol continu systeem, ook in het weekend. Maar dat wil zeggen dat wij in de week ook kunnen thuis zijn. Ik ben een van de weinige vaders die dat s'namiddags heel vaak de kinderen kan gaan afhalen zonder probleem. Wij hebben een heel mooie maandloon. Wij krijgen daarbij ook nog eens een bedrijfswagen en een tankkaart dat we privé mogen gebruiken. Daarbij hebben we ook nog veel extra legale voordelen, zoals een laptop, een gsm met abonnement, maaltijdchecks en zo verder. Wij zoeken mensen die dat avontuurlijk zijn ingesteld, die dat sociaal zijn, die dat zeker ook in een plan moeten kunnen trekken. Zoals we allemaal weten is het een mannenwereld, maar dit wil zeker niet zeggen dat je als vrouw deze functie niet kan uitoefenen. Het enige wat belangrijk is als vrouw, dat je zeker in mannetje kan staan. Ja, ik doe het nog heel graag. Deze job ga ik zeker blijven doen.